Het was een mooie dag, het was een mooi weiland, op dat lijk na. Zo begint de verbluffende thriller De Jacht. De Jacht is geschreven door Barry Liga. Het is een fantastische thriller en gaat over gruwelijke moorden. Jazz is de zoon van een legendarische seriemoordenaar in Amerika. Bedient is zijn naam. Jazz, het hoofdpersonage, woont bij zijn oma. Zijn moeder is vermoord toen hij 4 jaar oud was. In het kleine dorpje waar Jazz woont, gebeurt nooit iets spannends. Op een doorsnee ochtend hoort hij politie-sirenes in de verte en beslist hij om er naartoe te trekken. Er is een politielint gespannen rond een weiland, net buiten de stad. Toen wist hij het. Er is iemand vermoord. Het kan zijn vader niet zijn, want hij is 4 jaar geleden opgepakt. Hij piekert steeds over dezelfde vreselijke vraag. Lijk ik meer op mijn vader dan iedereen vermoedt? Zijn vader leerde hem van kleins af aan al zijn kennis. Deze gaat hij kunnen gebruiken in zijn zoektocht naar de moordenaar door te denken als één. Bij deze zoektocht krijgt hij hulp van zijn vriendin Connie. Zij is een actief persoon en is vaak bezorgd om Jazz. Ook krijgt hij hulp van zijn beste vriend Harry. Hij is introvert en durft niet veel, maar zal Jazz en Connie helpen tot ze de moordenaar te pakken hebben. Jazz krijgt ook een beetje hulp van G. William, de luie sheriff die zijn job haat. Hij heeft Jazz, zijn vader, 4 jaar geleden opgepakt. Ik vind het een erg spannend en meeslepend boek. Er is heel veel actie en vele onverwachte gebeurtenissen. Het verhaal is extra leuk om te lezen door de vele details. Als je van mysterieuze thrillers houdt, moet je zeker dit boek in huis halen. Lijkt Jazz toch op zijn vader? Vallen er nog meer slachtoffers? Wil jij dit te weten komen? Lees dan De Jacht. Maar best niet voor het slapen gaan.